Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Mitchell Paulussen, morgen naar Roda, even naar huis. Heb je wildcard al ingezet? Ja, dus heb ik geregeld dat ik na de wedstrijd kan blijven. Dus ja, wat je zegt, terug naar huis. Dus ja, ik heb er wel zin in. En de trainer die zei tegen je van blijf lekker even een paar dagen langer bij je familie en vrienden. Ja, een paar dagen was het maar zo, maar gewoon, we hebben de dag na een uitwedstrijd altijd vrij. Dus dan kan ik gewoon, zaterdag ben ik dan sowieso gewoon thuis. Dus dat is wel gewoon fijn om even naar huis te gaan. Heb je nog contact gehad met de jongens van Roda over de wedstrijd van morgen? Ja, zeker wel. Dus deze week zijn de appjes een beetje begonnen. Ik heb wel over het algemeen wel vaker contact met de jongens, maar nu wat meer om, ja, we natuurlijk mochten in elkaar spelen. En, dus een beetje uitgevraagd van wat ze van plan zijn. En, dus dat zit allemaal wel goed. En wat zijn ze van plan? Of wilden ze daar niks over kwijt? Ja, niet te veel, maar ja, we hebben ook natuurlijk zelf beelden gezien. En dat was ook het ja, nodige te zien wat, waar wij wel iets van mee kunnen. Zeg maar. En, ik denk niet dat hun veel gekke dingen doen. Dus aan ons gewoon de taak om ook de dingen te doen die we eigenlijk het hele jaar al doen. Jij kent ze natuurlijk ook. Ze hebben natuurlijk ook aardig onder druk gestaan de afgelopen tijd. Maar de afgelopen tijd zijn ze ook wat beter bezig. Hè? Wat is jouw indruk van de ploeg? Ja, klopt. Het begon eigenlijk weer zoals het eigenlijk de afgelopen jaren altijd is geweest. Heel onrustig en ook ja, met die ene wedstrijd dan als uitschieter, denk ik. En, maar ja, wat je zegt, de laatste tijd spelen ze wel goed. Een tijdje ongeslagen nu. En, volgens mij zit er ook wel wat meer voetbal in dan de afgelopen jaren. En, ja, dat is leuk om, dat ik dat nu kan zien. Maar ja, uiteindelijk wil ik wel morgen gewoon met 3 punten daar vertrekken. En het liefst zou je natuurlijk ook willen spelen. Dat is begrijpelijk. Je bent hier natuurlijk met verwachtingen ook heen gekomen. Maar hoe is het nou met jou in deze tijd? Ja, wat je zegt, ik ben natuurlijk gekomen te spelen. En als je niet speelt, dan is dat wel wat minder natuurlijk. Maar ja, kijk, de sfeer en de club, dat bevalt zo goed dat dat eigenlijk wel ja, veel goed maakt, zeg maar. En ja, dat ik ook wel gewoon, ja, dat we gewoon nu echt een, ik voel dat het een echt team. En daar wil ik ook gewoon onderdeel van uitmaken. En ja, zodra ik een kans krijg, dan moet ik het gewoon zelf laten zien ja, dat ik die moet pakken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Het is niet leuk als je niet speelt, maar alles eromheen maakt het wel wat draaglijker, zeg maar. Ja. Heb je nou ook zoiets van, goh, ik ga nog harder werken voor mezelf en ik doe nog meer mijn best? Ja, tuurlijk. Je moet, kijk, er is ook een reden natuurlijk dat je niet speelt. Dus je zult ook wat dingen moeten veranderen. Dus gewoon ja, extra hard trainen of harder trainen. Dus ja, dat doe ik wel, ja. En dan zegt de trainer gekscheren tegen jou. Zeg maar gewoon, de trainer is een eikel. Maar ze hebben het er denk ik ook wel met je over jouw proces, of niet? Ja, tuurlijk. De staf is heel open. Dus ja, dan kun je ook gewoon, ja, gewoon aankloppen als je ergens mee zit. Of gewoon praten over voetbal. En, dus ja, je kunt ook gewoon zeggen dat als je bijvoorbeeld de trainer eiken vindt, dan kun je dat gewoon zeggen. En, nee, maar dat is wel, ja, het is gewoon heel open. En, dus je weet zeg maar wel wat je kunt verwachten. En ja, dat werkt wel fijn, maar ja, je wil natuurlijk wel gewoon op het veld staan. Ja. Heb je het idee dat je er dichtbij zit? Ja, kijk, als je de resultaten kijkt van gewoon hoe het nu loopt, dan staat het gewoon heel goed. En, ja, als jij bijvoorbeeld ja, achterin volgend 5-0, 4-0 hier iedereen wegspeelt, dan wordt er niet snel gewisseld. Maar ja, kijk, het seizoen is lang en ja, we hebben ook een heel breed team. Dus ik denk gewoon dat ja, we hebben iedereen nodig hebben. Dus mij ook. Dus als ik erin moet, dan ben ik klaar. En nou, in ieder geval even lekker naar huis. Doet dat je goed, denk je? Ja, ik heb er wel zin in om ook gewoon ja, weer familie te zien, vrienden. Dus ja, ik heb er even zin in. En wat ik net zei, ik wil wel gewoon dat ik dan morgen met 3 punten kan vertrekken. En dan naar de stad even in? Nou, ik denk dat ik gewoon thuis met de familie ga gewoon samen zitten. Dus dat komt wel goed.